Vanmorgen zijn we bij scholengemeenschap De Dassenburg. Er zitten hier verschillende basisscholen, kinderopvang. En deze keer zijn wij hier omdat ze graag aandacht willen voor een autoloze schoolweek. Brabant gaat voor nul. Nul ongelukken. Breng uw kinderen gewoon lopend of met de fiets naar school. Zoveel veiliger. Zo, goedemorgen allemaal. Wat zijn jullie al vroeg op pad? Komen jullie altijd lopend hier? Nee, meestal met de fiets. Meestal met de fiets. En kom je ook wel eens met de auto hier? Heel soms. Heel soms. En waarom dan? Nou, als mijn vader mijn zusje naar de kinderopvang brengt, dan kan hij me meteen hier naartoe brengen. En jij, hoe kom jij meestal hier? Ik ga gewoon meestal lopend. Hier gaat het om, hè? Om autoloos naar school te komen, maar jullie doen dat dus al allemaal. Ja. U hoort het, als iedereen gewoon lopend of met de fiets naar school gaat, zoals deze mensen hier, is er helemaal niks aan de hand. Dankjewel, fijne schooldag allemaal. We zien dat er heel veel kinderen met de auto naar school worden gebracht. En aan de andere kant zien we dat heel veel ouders aangeven dat ze het onveilig vinden. Dus daar vragen wij aandacht voor met de autoloze schoolweek. Ja. Als ik hier kinderen spreek op het schoolplein, dan zeggen ze bijna allemaal zo van, ik kom lopend of ik kom met de fiets. Maar dat is dus niet zo. Nou ja, er zijn er natuurlijk ook heel veel die lopend met de fiets komen, maar ook relatief veel met de auto. En ik hoor zelfs verhalen van ouders die aangeven dat ze hun kind met de auto naar school brengen, omdat ze het onrustig, onveilig vinden door de andere auto's. Oké, dus dat is een van de redenen. Niet alleen de regen of het is koud, maar ook omdat ouders het zelf onveilig vinden. Ja, de andere auto's die daar komen inderdaad. Ja. Ja. Het klinkt een beetje tegenstrijdig. Ja, het is een vicieuze cirkel en die willen we juist doorbreken door ze bewust te maken van het feit dat het ook anders kan. En wat het dan doet als heel veel ouders en kinderen dus er wel bewust voor kiezen om niet met de auto te gaan. Ja. We zijn vandaag bij de Dassenburg. Hier zitten twee scholen en een kinderopvang. Ja. Dus heel veel kinderen die hier dan dus moeten komen. Ja, klopt. Ja, er doen nu 35 scholen in de gemeente Land van Kuik mee met deze actie. Dus ik denk wel een succes. Ja. Het is echt een actie die door heel Brabant gaat? Nee, nog niet. Wij zijn echt een pilotgemeente. En als het hier succesvol is, daar lijkt het wel op, dan is het idee vanuit de provincie om het door heel Brabant uit te rollen. Ja. Veel kinderen wonen dicht in de buurt, dus je zou zeggen van nou ja, spring op de fiets, loop een stukje, dan heb je vast lichaamsbeweging gehad. Dat wordt ook meegenomen? Ja, zeker. Enerzijds, het is natuurlijk gezonder en leuker om met de fiets of lopen naar school te komen. Maar ook, ze leren al van jongs af aan om een verkeersdeelnemer te zijn. En ook als ze dan straks zelf naar de middelbare school moeten, hebben ze al wat ervaring opgedaan. En dat is natuurlijk voor iedereen ook veiliger. Ja. En nu nog even een vraag. Heeft u zelf kinderen? Ja, ik heb er twee. En hoe gaan die naar school? Ik voelde hem al aankomen, maar met de fiets. Ja, nagenoeg altijd. Ook als het een beetje regent of als het koud is? Bij kou sowieso wel. Bij een beetje regen ook nog. Bij hele harde regen, dan komen we inderdaad wel met de auto. Ja. Maar wel veilig? Zeker, zeker. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Lopend. En jij? Lopend en fietsend. En jij? Met de auto, want ik woon ver van school. Nou, dus op dit moment twee heren die lopend of fietsend komen en één met de auto. En het gaat vandaag over? Autoloze week. Ja. Maar je wordt dan met de auto afgezet en die auto die gaat weer weg? Ja. Oké, dus die staat hier niet in de weg? Nee. Oké. Nou, welke groep zitten jullie? 7 en hij 6. Ik 6. En jij? 7. Oké. Zitten jullie allemaal op de 7-sprong? Ja. En komen jullie allemaal lopend hier naartoe? Ja. Ik ben lopend altijd. Ik ben fietsend. Ik ben fietsend. Ik ben ook met de fiets. Lopend en fietsend. En zijn er ook kinderen van jullie hier die met de auto komen? Ik woon helemaal in Heeswijkskampen. Wacht even. Waar woon jij? Heeswijkskampen. Nou, mogen jullie al naar binnen toe? Nee. Nou, en hier heb ik even een hele grote groep dames verzameld. Van welke school zijn jullie? Harlekijn. En hoe kom jij altijd naar school toe? Met de fiets of lopend. En jij?
Als het regent met de auto, maar ook meestal lopend of met de fiets. Ja, wij gaan meestal met de fiets, maar heel soms met de rijdende bank. Ik ga met de fiets en soms als het regent met de auto. Oké, dus als ik het goed begrijp, als het mooi weer is, dan denken jullie nou, dat kunnen wij best. Maar als het een beetje regent, dan toch liever met de auto. Heb jij wel eens last van langsrijdende auto's hier allemaal? Jawel, ja, want als we dan een keertje met de auto gaan, zo staat er altijd helemaal vol. Dus ja, eigenlijk wel. En ook als ik met de fiets ga, er staan vaak veel auto's daar op de parkeerplekken. Ja, ja. Ja. Want daar bij dat kruispunt daarachter, dan is het meteen zo druk. En ja, de auto's zijn slecht voor het milieu, door hun uitlaatgassen. Dus ja. Ja. En jij hierachter, want jij bent er ook. En vind je het wel eens gevaarlijk met al die auto's hier? Ja, soms. Of valt mee? Als ze te hard rijden, dan wel. Ja, als ze te hard rijden, dat is ook niet goed, hè? Nee. Dus mensen, pas een beetje op als je langs die scholen komt hier. Hè? Want al deze dames en heren daarginds, die willen allemaal veilig de klas in. Toch? Ja. Oké. Okay. Nou, fijne schooldag dan vandaag.